vroege maandagochtend. Nou, dat is leuk. Ach, lieve mam. 1 jaar Vera vlogt. We zijn trots op je creativiteit, je enthousiasme en dat je onze schoonmama bent. Mocht je hem niet opkrijgen, we komen je graag helpen. Liefs Benjamin. Van zoon Benjamin en schoondochter Merel. Nou, wat lief. Kijk nou. Ach, kijk nou. Tranen. Wat ontzettend lief. Dat is ook deze tijd, hè, lieve mensen. Tranen zitten hoog. Ja, dan moet ik hem aansnijden. Het is bijna zonde. Even in de Joriskerk, waar de spullen voor het stemmen al klaarstaan. En als je hier stemt, in deze kerk, dan kijkt Jacob van Kampen toe. Nou, dat is toch mooi. En we worden verrast, want het orgel gaat spelen. Daar ben ik echt zo blij om. Dat vind ik zo mooi. Het rode potlood gebruikt. Ik ben hier in mijn eigen stemlokaal. Dat is wel leuk, want ik ben in het stembureau. Waar normaal gesproken de drumband huist van Amersfoort. Kijk, ik ben alles. Voor de gezondheid van onze burger. Goedemiddag. Goedendag. Ik ben Georgette Thijsling en ik ben de ochtendvoorzitter. Ochtendvoorzitter, dat betekent, hoe laat bent u begonnen vanmorgen? Ik was hier vanochtend om 7:15 en we zijn om 7:30 open gegaan voor het stemmen. Wij komen vanavond allemaal weer hier rond 9:15 bijeen, want om 9:00 sluit het stembureau en dan gaan wij gezamenlijk tellen met de groepen die hebben gezeten. Het is nu bijna 2:00. Ja. Wat is uw indruk? Hoe is de opkomst? De opkomst bij ons loopt het lekker door, dus we hebben geen lange wachtrijen. Iedereen komt een beetje gemoedelijk binnen, gezellig binnen. En wij hadden een opkomst net voordat ik stopte rond de 312 mensen. Doet u dit voor het eerst of heeft u het al eerder gedaan? Dit is mijn 11e jaar. U kunt dus heel goed vergelijken met andere keren. Hoe is dat voor u zo met corona? Wel wennen, want iedereen moet natuurlijk mondkapje. Gezichten kun je iets minder goed herkennen. Dus je moet nog af en toe wel vragen of het mondkapje af kan. De schermen ertussen, alles desinfecteren om de zoveel tijd. Handschoenen eventueel aan, waar nodig. En afstand houden. En veel minder kinderen valt ook op die meekomen. Het wordt een latertje vanavond, denk ik, voor u. We gaan het merken, ligt aan de opkomst. Het wordt heel erg spannend, want ik heb het idee dat heel veel mensen pas in het stemhokje hun keuze maken. Dat zou best kunnen. Heel erg hartelijk bedankt. Ik wens u nog een mooie dag. En dan fiets ik op de hof en dan luiden de klokken. Dat vind ik zo mooi. Dat neem ik even mee. Jou hier even te ontmoeten. We lopen in park Schothorst. Een mooi park. Hier kom jij iedere dag, begrijp ik, ja, bijna. Ik woon hier om de hoek in Hoogland. Ja. Dus ik loop mijn voordeur uit. Dan kan ik zo het landgoed Schothorst inlopen. En daar staat een eeuwenoude boerderij. Nu staan we hier bij de tennisvelden. Ja. En ik loop ook wel eens de andere kant op, Hoogland West, richting Koelhorst. Oh ja, dat is en de mooi, Eem, dus door de weilanden, ja. Of ja, langs de weilanden, langs de koeien. Je hebt een heel erg mooi jasje aan en daar staat op SWS. Wat is SWS? SWS, dat is de naam voor mijn reisorganisatie. En wat is SWS, Celine? Dat is dus een reisorganisatie gespecialiseerd in de zogenaamde Blue Cruises. Blue Cruises zijn luxe meezeilvakanties. Ik noem het ook wel zeilcruise. En het is met een bemanning aan boord op schepen van zo'n 24 meter lang. Langs de Turkse kust, daar heb ik een aantal eigen schepen varen. De bemanning is in vaste dienst een kapitein, een kok, een matroos, een steward. Dus dat is eigenlijk luxe. Gezeild worden langs de mooiste baaien, weg van alle drukte, weg van de massa.
bij het woord cruise denken mensen denk ik vaak aan zo'n hele grote boot. Ja. Maar dat zijn dit niet, hè? Nee, dit zijn helemaal geen grote boten. Ze zijn wel heel ruim, zeg maar. Iedereen heeft ook een eigen hut. Er kunnen maximaal 12 gasten aan boord. Dus het is eigenlijk een kleine cruise, een kleinschalige cruise. En wij staan hier natuurlijk omdat we allebei in Amersfoort wonen. Ook, Nathalie, omdat het al een jaar lang corona is. Ja, vanaf het begin van de crisis, half maart vorig jaar, kan ik eigenlijk niks doen voor mijn Nederlandse klanten. En gelukkig waren de meeste klanten bereid om het een jaar door te schuiven. We wachten nog af wat er gaat gebeuren. Maar de boten kunnen in ieder geval in Turkije gewoon varen. Jij bent ook muzikant. Je zingt, je man is ook muzikant. Ligt dat ook allemaal stil? Ja, helaas wel. Hoewel we afgelopen zomer wel met diverse formaties waar we in spelen opgetreden hebben. We hebben onder andere in een aantal zorgcentra opgetreden. Dat hebben we met z'n tweetjes gedaan als duo Too Delicious. Zing je ook wel eens op je eigen boten? Ik zing ook wel eens op mijn eigen boten. Dat doe ik dan op onze zogenaamde muziekcruises. Want ik kan natuurlijk niet laten om die passie van muziek en de passie voor de zeilcruise te combineren. Dat doe ik zelf met mijn man. Maar er zijn ook andere partners waarmee ik samenwerk. Andere muzikanten. Waaronder, heel leuk, Leonie Jansen. Ze heeft weer zin om naar Turkije te gaan en aan boord een week leuke zangworkshops te gaan doen. En zij is zo ontzettend leuk, hè? Je wordt er helemaal vrolijk van, hè, als zij gaat zingen. Ja, als zij gaat zingen word je vrolijk, maar ze kan je ook heel veel leren. Is ook een hele goede inspirator, begeleider, opleider. Ja, daar is ze ook heel goed in. Het was en is een zwaar jaar voor veel ondernemers en natuurlijk ook voor jou. Ik ken jou een beetje, dus ik heb het idee dat je de moed er wel in houdt. Wat zijn je toekomstplannen? Is het wel zo dat je wel aan je toekomstplannen toekomt? Ja, ik zeg gewoon rustig door blijven ademen. En ik ga gewoon door. De Nederlandse gasten die geboekt zijn, die willen dolgraag deze vakantie maken. En als het dit jaar niet kan, dan gaan ze het volgend jaar doen. Dus wat dat betreft heb ik daar alle vertrouwen in. En volgende week heb ik alweer een optreden in een zorginstelling. Dus langzamerhand gaan de optredens ook wel weer komen. Hè, je kan voor kleinschalige groepen mensen ook muziek maken met z'n tweeën, met gitaar en piano. En dat brengt een heleboel vreugde, hè, ja, bij mensen in die huizen. Ja, 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 vreugde voor hen, maar ook voor onszelf. Dat natuurlijk we ook weer wat kunnen geven van ons talent. Ja. Dus muziek maken kunnen we altijd. En, je blijft optimistisch. Ik blijf optimistisch, altijd. En kijk eens wat een mooie dag we hebben. Ja. Ik wens jou een hele mooie toekomst. Heel erg bedankt, Vera. En ik vond het erg leuk om een keer onderdeel uit te maken van jouw Vera vlogt video's. Dankjewel. Heel graag gedaan. Zou je mee willen doen aan een actie om geld in te zamelen voor het voortbestaan van het Toon Hermans Huis? Dat werd mij een aantal weken geleden gevraagd. En daar hoefde ik eigenlijk niet lang over na te denken, want natuurlijk doe ik daaraan mee. Dat betekent dat ik me komende donderdag een dag laat opsluiten in het huis, met de bedoeling om donaties te werven. Nou hebben jullie wel meegekregen dat ik een jaar aan het vloggen ben. Zo, het zonnetje zeg. Dat ik een jaar aan het vloggen ben. Een soort verjaardag dus. Zouden jullie mij nou net als Benjamin en Merel een cadeautje willen geven? Dan, ik hoef niet nog een taart. Wat ik heel erg leuk zou vinden is als jullie een donatie zouden willen geven voor het Toon Hermans Huis. Ik zou jullie daar heel dankbaar voor zijn, maar vooral de mensen van het huis. En natuurlijk vooral uiteindelijk de kankerpatiënten en hun familieleden die daar zo goed worden begeleid. Ik zeg alvast bedankt. En aan het eind van de vlog laat ik zien hoe jullie kunnen doneren. Dank jullie wel.